Goedemiddag. 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 Hallo. Marlies, waar zijn we nu? We zijn in het broodlokaal in Zeist om te lunchen. En met wie ben je hier? Ik ben vandaag met Andrea en Tessa, dat zijn mijn vriendinnen. En komen jullie vaker lunchen hier in het broodlokaal? Ja, we komen hier wel eens vaker, ja. Niet altijd in deze samenstelling, maar wel geregeld, ja. Standaard elke woensdag? Nee, niet elke woensdag. Hey, smakelijk. Dankjewel. Dankjewel. Jij hebt altijd in de selectie van Dalto gezeten, hè? Ja. In A1 heb je zelfs van Ahoy gestaan. Hoe was dat? Ja, dat was super gaaf. 3 keer zelfs, dus dat is helemaal beste tijden in A1. Ja, 2 keer gewonnen, 1 keer verloren. Ja, dat is echt wel het mooiste wat je kan meemaken. Op Ziggo Dome na natuurlijk, maar in de A is dat wel... Als je dan nog wint, is het natuurlijk helemaal gaaf. Ja. Ja. Toen ging je naar Dalto 2. Ja. En waarom ging je naar Dalto 2 en niet naar 1? Binnen Dalto is het best wel een grote stap om gelijk naar Dalto 1 te gaan. En ik was er ook nog helemaal niet klaar voor. Dus ja, daarom eigenlijk eerst ervaring opdoen en beter worden, ontwikkelen. Daarom eigenlijk. Ja. En daar had je toen de tijd voor om dat in 2 te doen. Ja. En sinds dit jaar zit je in Dalto 1. Ja, dat klopt. En hoe gebeurde dat? Kwamen ze naar je toe van nou, we willen je in 1 volgend jaar? Of? Nee, er zijn natuurlijk een aantal speelsters weggegaan. En nou ja, toen dacht ik, dit is mijn kans, die moet ik nu grijpen. Dus daar heb ik wel mijn best voor gedaan om nu eindelijk mijn droom waar te maken, zeg maar. Want het is toch wel een droom om bij je eigen club in het eerste te spelen. En het was nog heel lang niet duidelijk of we met 5-5 verder gingen of 4-4. Goed, ik dacht, als ik gewoon zo blijf spelen als ik nu speel, moet het vast wel goed komen. Dus ik heb gewoon gedaan wat ik kon doen, moest doen. En uiteindelijk zijn we dan naar 4-4 gegaan, maar eerst lange tijd 5-5. En ja, dan weet je wel gewoon, dit zaalseizoen ga je veel wedstrijden spelen. Ja. En wat voelde je toen je dat doorhad? Ja, dat was wel echt een kick hoor. Daar heb ik wel even een dansje op gedaan. Ja, daar was ik wel echt heel blij om. Los van het niveauverschil, hoe is het anders om te spelen in het eerste team in plaats van het tweede? Doordat je in het tweede hebt gespeeld, merk je dat het altijd om het eerste draait. En dat je dan nu zelf het eerste ziet, dan zie je dat ook. De hele club draait eigenlijk om. En als je in het tweede zit, ben je altijd in dienst van het eerste. En doordat je nu zelf dan in het eerste ziet, dan zie je ook hoe vervelend dat dan soms voor het tweede kan zijn. Dus ik kan me daar altijd wel goed in inleven, omdat ik natuurlijk zelf altijd erin heb gespeeld. Ja. Dus dat, ja. Daar heb je nu geen last meer van? Nee, dat niet gelukkig, nee. Komen jullie altijd kijken bij Marlies? Probeer er wel zoveel mogelijk te spelen. Ja, en waarom? Nou ja, om er ook wel aan te moedigen, omdat ik super trots ben hoe ze doet. En ik zelf ook altijd wel gevorgeld heb, dus waar ik daar op ben. En in de tweede speelt mijn vriend, dus daar voel ik ook Ja. Jij bent elke zaterdag geloof ik bij een thuiswedstrijd, hè? Ja, dat klopt. Ik sta elke zaterdag als Dalto thuis speelt achter de bar. En ik ga tijdens de wedstrijd, zodra de wedstrijd is begonnen en niemand meer in de horeca is, gaan kijken. Dan ga ik meestal wel 15 minuten per helft kijken. En moedig je dan ook aan? Tuurlijk, keihard. Ja, echt. Ik sta me echt goed in te leven. Dalto staat nu wel onderaan in de Corfu League, terwijl het best wel lekker loopt, zeg je zelf. Hoe komt het dan dat jullie onderaan staan? Ja, ik denk toch dat het een paar keer helaas net niet onze kant opgevallen is, wat wel had gemoeten en gekund. Wedstrijden zoals KZ, AW vorige week dan, Blauw-Wit had gekund. Was toch iets mindere wedstrijd, vond ik zelf. Ja, je zou zeggen, het stuivertje moet toch een keer om onze kant op gaan vallen. Dat moet gaan gebeuren en ik denk ook dat het gaat gebeuren. Het is vooral pech ook. Ja, af en toe. Het ligt natuurlijk niet alleen maar aan pech, maar... Ja, ik denk wel dat we zo zijn gegroeid dit seizoen, dat ik wel vind dat we wel gewoon in de Korfbal League thuis horen. De degradatie komt nu wel heel dichtbij. Speelt dat in het team, bij de spelers? Nou, we hebben het er van de week over gehad. Tuurlijk komt het dichtbij, maar we moeten ons gewoon puur op onszelf focussen. Vertrouwen in onszelf houden. En dat is het enige wat we kunnen doen. Het heeft geen zin om naar anderen te kijken. We moeten gewoon puur naar onszelf kijken en de komende twee wedstrijden in ieder geval gaan winnen. Je hebt het wel met elkaar over gehad dus in het team. Ja, tuurlijk. Want je kijkt altijd van, oh, wat gaat die doen, wat gaat deze tegenstander doen. Maar goed, dat heeft gewoon geen zin. Nu hebben we het nog enigszins in eigen hand om 8e of 9e te worden. Dus daar moeten we gewoon voor gaan. Zorgt het onderling ook voor toch wat spanning? Omdat je weet van, nou, het gaat er nu om, nu moet alles scherp zijn en dat het dan toch net niet lukt? Nou, natuurlijk heb je het wel eens over van, vandaag moet het. En er staat natuurlijk, net zoals vorige week zaterdag, staat natuurlijk wel een bepaalde spanning op. Maar je moet het gewoon doen, we moeten er gewoon staan en daar zijn we ons wel echt bewust van. Ja. En lukt dat ook? Ja, ik vond zaterdag, het is dan, we stonden er ook echt wel, vond ik. Kijk, dat het dan net niet lukt, dat is natuurlijk super zuur.
Dus tegen ABD2 was het? Ja, tegen ABD2, ja. Wat was het voor wedstrijd? Ja, een hele spannende wedstrijd. Waar we heel goed uit de startblokken kwamen, vond ik. En stonden ook wel terecht voor. Maar ja, het is dan zonde dat je voor rust toch niet die 4 of 5 punten voorsprong hebt. Waardoor je toch weer lekker uit de kleedkamers komt. Nu was het maar 2 punten. En dan zij dichten gelijk het gat, waardoor je weer gelijk komt. Ja, dan wordt het weer een moeilijkere wedstrijd. Is daar nog over gesproken? Ja, we hebben het nog over gesproken, maandag nog. En toen hebben we gewoon afgesproken dat we het nu achter ons laten. Omdat we nu gewoon weer zaterdag naar Fortuna moeten. En daar moeten we gewoon weer vol vertrouwen heen gaan. Dus het is nu gewoon afgesloten. En we hebben het er nu ook gewoon niet meer over. Het heeft toch geen zin. Nou, Fortuna inderdaad. Fortuna staat best wel stevig in de middenmoot. Het wordt best wel een pittige wedstrijd, denk ik. Ja, denk het ook, ja. Ja, hoe gaan we daarop voorbereiden? Ja, eigenlijk zoals we altijd doen. We maken een plan, we gaan trainen en we moeten zaterdag weer gewoon vol voor gaan. Ja, maar ja. Het moet wel echt. Ja, het moet zeker echt, ja. Ja. Wat als jullie de wedstrijd zouden verliezen? Wordt het wel heel moeilijk om nog... Ja, dan wordt het wel heel erg moeilijk, ja. Ja, tuurlijk moet je dan jezelf weer bij elkaar rapen en weer naar de week daarna gaan tegen DOS 46. Maar dat het moeilijk wordt is één ding wat wel zeker is dan, ja. We moeten natuurlijk nog 3 wedstrijden, maar de laatste wedstrijd is tegen top. Ja, daar ga je natuurlijk wel vol je best doen om te proberen wat je kunt halen. Maar goed, de kans is natuurlijk niet erg groot. Dus het gaat voornamelijk om aanstaande zaterdag en de week erop. En ja, daar moeten we gewoon proberen 4 punten te gaan pakken. Ja, ik denk dat het moeilijk gaat worden. En maar dat ze er weer net zo hard voor gaan strijden zoals ze altijd doen. En dan hopen we dat dit keer goed uitpakt. En wat denk jij? Ja, ik hoop ook dat ze, als ze voor staan, dat ze ook voor blijven staan. Want dat gaat geloof ik de afgelopen tijd steeds mis. Want ze spelen echt momenten heel erg goed. En hopen dat ze aan het eind bij het fluitsignaal ook nog voor staan. Ja. Wat zou jullie de kop kunnen kosten eventueel bij Fortuna? Wat is echt waar jullie echt scherp op moeten letten? Dat we mee blijven scoren als we voor staan. Dat is iets voor ons wat heel belangrijk is, ja. Want dat hebben jullie vaak niet gedaan? Nee, dan valt het weer een tijdje stil. Ja, en op een gegeven moment ga je natuurlijk doorlaten en dan komen ze weer terug, ja. In het geval scorend moeten we mee blijven doen. Stel jullie blijven in de league, ja, of jullie degraderen, hè, dat hopen we natuurlijk niet. Nee. Maar betekent dat ook nog iets voor jou? Wil je bij Dalto blijven? Ja, ik blijf zeker bij Dalto. En de meesten hebben we uitgesproken om bij Dalto te blijven. En gisteren hebben de trainers ook uitgesproken om bij Dalto te blijven. Wat er ook gebeurt, dus dat is gewoon allemaal heel fijn. Kunnen we gewoon verder gaan met deze groep, wat er ook gebeurt, zeg maar. Is dat belangrijk voor de club? Ja, dat is zeker belangrijk voor de club. Ik denk als we gewoon bij elkaar blijven en mochten we degraderen, wat ik natuurlijk niet hoop dat gaat gebeuren, dan hoop ik dat we ook zo weer terug zijn met het team. Hoe gaan jullie nou zaterdag die wedstrijd in? Met wat voor gevoel? Ja, toch wel vol vertrouwen en vol strijd, vol passie. Dat is de enige manier waarop we hem kunnen winnen. Om te zorgen dat Dalto in de league blijft? Ja, precies. Want ja. Dat hoort Dalto? Ja, dat hoort Dalto zeker. Ja. En zaterdag gaan jullie ervoor zorgen? Daar gaan we zaterdag voor zorgen, ja.